Dit is het Belgische Luik, net over de grens bij Maastricht en startplaats voor de Tour de France 2012. Hier wordt zaterdag de proloog verreden en start een dag later de eerste etappe. Maar vandaag wordt er niet gefietst. Deze mensen zijn naar Luik gekomen om de ploegen te zien die de komende drie weken de wielerliefhebbers bezighouden. En dat betekent wachten. Ook voor Bram Tankink, die ons meteen zijn nieuwe Coupe Tour de France showt. Deze, ja jongen, 200 gram. En lichter, en... hè? Lichter. En lichter, hè? Want alles wat je meedraagt is straks te veel. Juist, juist. En nu we een nieuwe lichte fiets hebben, lichte haren, een lichte kapsel is mooi meegenomen. Ik heb 3 dagen niet gegeten, dus ik ben echt klaar voor de bergen al ondertussen. Klaar ervoor. Jullie staan hier nu te wachten op de teampresentatie, maar dat is echt wachten, hè? Ja, dat is echt wachten. Ja, dat is een beetje... Ja, goed, binnen is het lekker cool, maar... Word je daar vrolijker van als renner? Of je vrolijker wordt? Ik ben... Nee, hier zijn niet de momenten waarvoor je leeft. Dit zijn niet de momenten waarvoor je leeft, zeg maar. Nee, gewoon met een fiets onder het gat en daar leef je voor. Maar ja, goed, hoort erbij. Maar het is natuurlijk altijd een beetje vervelend. Dus je moet wachten. Terwijl je eigenlijk het liefst nu, zoals deze dagen, lig je gewoon het liefst op je bed. En lekker tot wel een beetje rustig te zijn. De laatste 2 dagen, ik voorstel, de komende 22, 23 dagen, ja, word je echt gewoon geleefd. En als je dan ook een rustmomentje dat je kunt hebben, dat zou heel fijn zijn. En vandaag is het er één van, maar dat gaat dus niet door, blijkbaar. Maar is die presentatie voor jullie ook een teken dat het nu eigenlijk echt gaat beginnen? Nou, dat is pas echt op het moment dat je op de fiets zit. Ja. Dus dat kan niet snel genoeg komen? Ik vind een dagje... Ik zou morgen graag nog een dagje op mijn bed liggen. Even echt goed uit rusten. En dan mag het beginnen. Maarten Wijnands is de Belgische troef van Rabobank in deze Tour. Een presentatie en een start in zijn eigen land. Dat moet wel bijzonder zijn. Ja, als Belg zijn is dat toch een beetje speciaal. Het is toch net iets anders dan in de Vendée of ergens anders starten. Dus het is een vertrouwde omgeving. Dus een extra motivatie. Vind je dat ook leuk vandaag of is het een beetje een verplicht nummer? Ja, het is wel een verplicht nummer, want we zijn al van 4 uur onderweg en het is bijna 8 uur. Dus het is wel een lange dag zo. Te lang in de aanloop naar een Tour? Ja, je weet gewoon dat die dagen erbij horen. Dus daar zijn we nu ook vanaf en dan hebben we morgen nog de hele dag om te relaxen en dan kunnen we er tegenaan gaan. Hè.